De bedoeling van allen is lekker headbangen. En er een hele gezellige boel van maken. In principe is Pixie ermee opgehouden, maar voor vanavond zijn we ermee doorgegaan, oké? Okay? En misschien herhaalt dat zich nog wel een keer. Ja, we worden allemaal een dagje ouder, dus ja. Ik heb niet zo makkelijk meer zeggen nu. Maar het ligt niet aan de persoon, hè? Het ligt aan de sound, of niet? En dat laat ik wel. Volgende nummer is jullie wel bekend. Doe van de eerste AP. Ja, dat is lekker, hè? Hey, Night Tiger!
Zal ik jullie eens vertellen hoe Bompers ontstaan is, als jullie het best willen weten? Kunnen jullie mij verstaan? Is het hard genoeg? Niet? Oh. Je zit er daarin achter de knop en je moet zorgen dat het hard genoeg is, oké? Bompers is een nummer! Dat is ontstaan in Italië, in ons tournee in Italië van vorig jaar. Toen waren we daar aan het optreden, toen kregen we allemaal bierflesjes naar ons hoofd. Oude schoenen, maatverbandjes en hele kruisjes van al die kukkers daar. En toen toen waren we zo opgenaaid en dachten we dat nou eens een nummer maken wat echt agressief is. En daarom, Bompers!
Je werd ons gevraagd waarom wij vier nooit speelden. Vier, weet je wel. Ja, oké, vanavond vier. Waar is die acht gekken? Waar is die blonde acht gekken? We'll be right back.
Jongens, weet je wat jullie moeten doen? Er zitten hier een stelletje tussen die voor elkaar vechten. Die moet in een hardrockband gaan, dan kun je haar helemaal uitleven. Hallo. Het volgende nummer is zeer toepasselijk. Het heet My Gun Shoots. Thank you.
Shoot!
Jongens, wie had vader hier in de zaal blonde vrouwen? Ja, lang blond haar, weet je nog. Wie vallen daar ook? Zijn dat er ook? Nee? Er was eens een waanzinnig lekker wijf. En dat was in Duitsland tijdens een tournee, het voorprogramma van Saxon. Waanzinnig lekker ding, die bleef altijd achter onze kop te houden en hebben we een nummer afgeschreven. Ze heette Annie en daarom het nummer Little Annie. Thank you.
We'll be right back.
deelname van vanavond. Is het echt zo? Zal ik jullie een geheimje vertellen? Vanavond heeft er iemand hierboven gezeten. Die heeft een waanzinnige opname gemaakt voor vanavond. En die is daar achter in de zaal te verkrijgen. Op afroep, ja? Dus je moet even je naam aan de rest opgeven. Dan sturen ze hem naar je op. En dat kost echt niet zo gek veel. Maar dat is een live bandje van Pixen. Misschien komen we nooit meer terug. Je weet nooit, hè? Even kijken of Wieters ook al aan is. Is er een technicus in de zaal? Wieters heeft problemen met zijn basgitaar. Jongens, zijn jullie in voor een solootje van Jan? I'm not afraid of the dark.
Jongens, bedankt, hè, en tot ziens.